na een jaartje onderbreking weer op het vertrouwde niveau. De 47e Brussel-Opwijk die gisteren werd gereden was de opener van het internationale interclubseizoen. En dat is een statuut dat de wedstrijd verdient. Aan de start 189 elite- en beloftrenners. Ze krijgen 156 kilometer voorgeschoteld in twee grote ronden door het Pajottenland en een apotheose in Opwijk. We zijn al over halfweg als zich een kopgroep vormt van 10 renners. Onder hen Christophe Trouvé van Josan de Leijze, Rudy Verdonk en Patrick Steylemans. Steylemans in het rood rijdt voor de wielerclub van Assen en fietst bij wijze van spreken in zijn achtertuin. De Nederlander Mark Lots van de Rabobank geeft de kopgroep een internationaal tintje. De voorsprong van de 10 bedraagt maximaal 50 seconden. In de achtervolging komt het enige weerwerk van Jurgen Vermeers en Danny Dirks. Ze fietsen zich dus hier uit het lijf, maar blijven steken op 23 seconden. Het weer wordt slechter. Ondanks de regen en wind blijven de leiders het goed doen. Op de vele bultjes, heuveltjes en kasseien steken twee renners hun goede vorm niet weg. Patrick Steylemans en Mark Lots houden keer op keer het tempo strak. In de kopgroep moeten Pelgrims en Van Buggenhout de rol lossen. Met achter duiken ze de drie plaatselijke ronden in. Met nog één ronde te gaan hebben drie doorweekte renners zich aan kop gezet. Christophe Meus van de Eddy Merckx Boys en natuurlijk Steylemans en Lots. De zes achtervolgers zitten op dat moment op amper 8 seconden. De drie doorspartelen de laatste ronde en rijden naar de finish. Meus heeft zich gewonnen, Steylemans en Lots mogen het onder elkaar uitvechten. De Nederlander heeft de meeste kracht, Steylemans moet de duimen leggen. 1 Lots, 2 Steylemans, 3 Meus. Het podium van de 47e Brussel-Opwijk is compleet. Zaterdagavond werd in de sporthal van Machelen...